Voor veel bedrijven is energie een hoge kostenpost. Door het energieverbruik structureel te meten, kan veel worden bespaard en kunnen de totale productiekosten worden verlaagd. Bovendien wordt het milieu minder belast. Deze werkwijze noemen we energiemanagement. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt bedrijven hierbij. In elk intern overleg is energie inmiddels een vast agendapunt geworden. Havall is 25 jaar geleden begonnen met het produceren van eenmalige serviesgoed- en voedselverpakkingen. Om binnen Havall iedereen bewust te maken hoe wij met energie omgaan en hoe ze zelf met energie om kunnen gaan, is er een energieteam opgezet. Nou, dit energieteam zorgt ervoor dat alle plannen die gemaakt worden ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. In 2009 hebben we het gewicht van ons roerstaafje verlaagd. Dit heeft ons een besparing van 120.000 kilowatt, zo'n 10.000 euro per jaar opgeleverd. Maar het belangrijkste is dat we daar zeker het vijfvoudige aan grondstoffen hebben kunnen besparen. Na intern onderzoek hebben we in 2010 het proces bekeken, hebben we het proces ook verder aangepast. En de besparingen zijn inmiddels opgelopen tot 200.000 kilowatt per jaar. Uit de afsluitende check die we gedaan hebben naar deze twee aanpassingen is gebleken dat we het maximale resultaat bereikt hebben. Dit heeft ons een besparing van 100.000 euro per jaar opgeleverd. De totale terugverdientijd van de investeringen bedroeg 6 maanden.